is mijn pannenkoekplantje. Dit is een... Even, misschien dat ik er ook even kan pakken. Dat ik even kijk. Hier komt weer wat uit. Hier zien jullie hoe hij wordt gebakken op deze stenen ovenpizza. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, ja dat zijn wij. En het is vandaag woensdag 30 december, de verjaardag van Roderick. Ja, die is vandaag jarig. En als jullie dit zien is het al januari vanzelf, dus de beste wensen, zeker. Had ik al eventjes een paar vlogs eerder moeten doen. Maar wij zijn dan ook sowieso al live geweest. En ja, ik ga nu lekker de ramen schoonmaken. Ja. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Zo, waarom ik de ramen ga doen? Waarschijnlijk kunnen jullie het al wel zien. Hoe vies. Kijk, het is heel vies. Ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor, maar het is gewoon vies. Het is echt vies. Bah. Kijk, dat kunnen jullie hier ook wel eens een beetje zien. Kijk. Zo vies is mijn ramen dus. Nou, dat ga ik even wassen. Kijk, kan dit er ook weer af. Oh, het is een stik idee. Lekker ervan afhalen. Mossel. Oh. Ah, het is een idee. Wil je die eventjes in de prullenbak doen naast je? Want die heb ik nader lekker vanaf gehaald. Mossel. Dus dat ga ik even doen. Raampje wassen. Daar ga ik raampjes wassen. En dit is dus nu nog schoon. En straks dus niet meer.
Ja, wat hebben we weer eventjes gepakt? Lekker zoutjes, lekker, omdat mijn mannetje lekker jarig is. Ja. En wat heeft Roderick gevonden? Even goed in je hand. Ja, lettertjes. Maar deze zitten in elkaar. Hoe toevallig. Het is een R en het is een Z. Ja, kijk hoe mooi. Dat is leuk. Ja, hoe toevallig. Grappig. Ja, mag jij opeten? Mag ik opeten? Nou, dat is prima. Dat is wel grappig. Jee. Ja, zoals jullie kunnen zien, zitten we dus bij de computer, PC, beeldschermen, want Ro is bezig om alles te veranderen. Ja, en dan zou ik denken veranderen, ja. Wij zijn dus bezig om dus alles goed te gaan nummeren qua vlognummers, ja. Want ik wou dus een playlist hebben. Nou, en aangezien ik dus al 922 vlogs heb, moet dat dus gewoon goed gaan. Dus in mijn lijst heb ik dus ook dus nog video's die dus niet genummerd zijn. En die worden dus ook nu genummerd. Dus helemaal aan het begin eigenlijk, helemaal onderin. Dat wordt dus nu eigenlijk 1. Nou, en dan krijg je dus dat dus nu ook vlogs dus anders qua benummering worden dan wat jullie dus op de thumbnail zien. En anders in de video zelf met vlog 12 of wat dan ook. En terwijl dat dus nu een andere vlognummer is. Ja, dus ook de aankomende vlogs wat je dus nu ook gaat zien, dat wordt dus ook nog allemaal veranderd. Want dit is in één dag tijd, dit wordt heel veel werk, dus ik denk niet dat het dus nu allemaal gaat lukken. Dus, maar wel al een heel groot deel. En Ro die was eventjes nog een beetje boekje zoek, want hij had even weer wat dingen dubbel gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Scherpe ogen en gewoon goed meekijken, dan komt het wel weer goed. En ja. Gewoon even lekker even doorknallen samen. En ik ga zo meteen eventjes een beetje hier het huis schoonmaken. Want om 3 uur verwacht ik mijn schoonouders. Dus Roderick en zijn ouders. Die komen op bezoek voor verjaardagsbezoek. Ja. En allemaal inderdaad op gepaste afstand. Ja. Corona regels van de overheid. Het zijn niet mijn regels. Ik het liefst omhels ik ze. Feliciteer ik ze. Geef ik ze een hand. Geef ik ze een kus, maar dat mag niet. Kijk, wat ik doe en bij mijn eigen moeder, dat is wat anders. Maar hun zijn ook op leeftijd. Dus ja, dus dat. Nou, we gaan even hier verder even met benummeringen te doen van de nummers. Ja, dan komt het wel weer goed. Nou, Karen is even lekker aan het schoonmaken. Lekker? Ja, tuurlijk. Vieseramen.nl. Laat het schoonmaken, hoor. Kijk, dat is een heel verschil. Heel verschil. Heel verschil. Dit is mijn pannenkoekplantje. Dit is een... Even, misschien dat ik er even kan pakken. Dat ik even kijk. Hier komt weer wat uit. En dan... Niet al te snel draaien. Homa. Kijk, er komt hier wel wat uit. Daar komt weer wat uit. Hier komt weer het een en het ander. Kijk hier ook. Dus gaat goed. En dan heb ik hier ook nog één. Kijk. Heel mooi. Dan heb ik er hier nog één. Ja.
Gaat ook goed. Even die een beetje draaien. Nee, juist. Dan kan die erbij. En dan deze heb ik ook al heel lang. Deze hebben we toen, 2 jaar terug, hè, van je ouders gehad. Met een kerstplantje. En dan hebben we nog wat anders. Ja. En dan hebben we nog deze. Ja, moest kijken hoe groot het al is. Hey. Wauw. Ja, en maar dat weten ze. Dat weten ze, waar het vandaan komt. Zo. Gaat hard, hè? Ik vind het leuk. Waarom vind je hem leuk? Nou, vanochtend nog laten zien aan jouw begeleidster, Carolien. Ja. En toen waren het 4 sprietjes. Er zijn 3 sprietjes plus een splitsingssprietje. Ja. Die begint ook al volgens mij. Ja. Ik wil nog even kijken. Kijk, hier begint er alleen. Hier ook al. Hier al, kijk, dat is heel. Lichter, hè? Ja. Dus ja. En mijn raam, dan moet ik TCT nog wat beter gaan doen. Knieshoor die daarop let. Huh? Knieshoor die daarop let. Ik wel. Meer knieshoor. Wat? Meer knieshoor. Wat is dat? Knieshoor die daarop let. Geen idee. Dus dan ben jij knieshoor. Ja, precies. Ja, nou, zoals nu ben ik dus even bezig met de vlog te vernummeren. Dus een ander nummer te geven. Heb ik hier dus vlog. Een kookvlog hashtag 49, dus 49. En dan daarboven staat museumbezoek en misschien ook nieuwe challenge. Hashtag 43. Dat is dus geen 43, maar dat wordt dus 50. Dus ja. Dus er zit wel even wat verschil in. En daar zijn we dus nou druk mee bezig. Om dat even allemaal in de goede banen te leiden. En dat is ook gewoon even druk bezig. Ja, met werken. Nou. Kijk. En dan wordt de kookvlog omelette speciaal hashtag 44. Wordt geen 44, maar 51. Dus ja. Even alles in de goede banen leiden. En dan hebben we hier dus kookvlog boerenkool 45, maar dat wordt dus niet 45, maar 52. Ik hoop nog dat jullie het een beetje begrijpen. Denk het wel. Vijf, drie, vijf, vier. Dus dat blijf ik even doen. Zo, ja. En ik heb pijn in mijn rug. Ja. En ik ga eventjes een bed verschonen. Oh, heel veel is er al vanaf. Kijk. Dus ik moet even schone beddengoed pakken. Yay. Ja. Even schone beddengoed. Het is hier ook koud. Ja. Koud. Ja, we zijn weer in de Jumbo. Ja, even kijken. En ik heb al wel het een en ander in mijn mandje, ja hoor. In mijn kar. Lekker voor een euro. En dan heb ik ook nog kleine slaapvinkjes voor een euro. 2 pakjes ervan. Dus 4 euro totaal weer kwijt. Yay. Lekker vanmorgen. Wil jij nog een dipje hebben of zo? Voor die toastdip. Nee, maar voor die toastdip. Die we hebben gehad. Oké, vraag maar. Vraag maar. Waar gaan we nu naartoe? Pizzeria. Prima, dan gaan we daar naartoe. Pizzeria. Is goed. Maar lekker daar naartoe. We kunnen ook draaien. Oh nee, kan niet. Laat maar. Nou, we gaan even naar onze grote vriend Pizzeria. Is leuk. Even naar onze grote vriend Pizzeria.
Er is al eentje weer er vanaf. Nee, want er was er vier. Dus ja, we gaan dus even nu daar naartoe. Dan zie ik hem. Ja, is ook grappig. Leuk, helemaal best. Ik ga lekker wel even afsnijden. Afsnijden weer helemaal. Is leuk. Ja. Nou, we gaan daar even naartoe inderdaad. Naar de bakker. Naar de bakkerij. Ja. Bakkerij? Nee. En naar de pizzerij. Ja, ook een goede pizzerij. Zo. Ja. Wat heb jij besteld? Margarita. Oeh, lekker. Pizza erbij. Tuurlijk ga ik filmen. Wat denk jij dan? Je vingers. Tuurlijk. Oh, juist. Lekker op je vingers kijken. Laat je vingers maar eens zien. Gaan we opkijken. Dus zijn er bij Jumbo kookvol. Ja, alleen ik mag nu nog niet je gezicht erop doen. Of je moet even Frans bellen. Nou, dat is wel. Mag wel op je vingers kijken. Nee, dat mag niet. Of je moet Frans even vragen of hij uitzondering maakt. Nou, hij is gevoelig voor de camera. Bram. Ga je doen? Ik ga zo. Nee, maar hij is gevoelig op de camera, ik niet hoor, maar we proberen altijd rond te maken. Ja, alweer. Als een bal. Ja, alweer, oké. Italiaanse voetbal. Oh, oké. Okay. Dus nou, dit echt, alleen deze is plat, hè, dus dat scheelt. Ja, maar ik geef vierkante pizza's, pak ze maar. Ja. Van de dood. Vierkant. En maak het eens een keertje vierkant voor ons. Ja, kwadraat toch? Gewoon lekker vierkant maken voor ons. Ja, andere. Mag ik wel. Ken wel. Met afgerond hoek. Dan maak je gewoon een vierkant. Hij heeft wel ronde hoekjes, anders ken je de hoek niet om. Oh. Ken je de hoek niet om? Hè? Ah, tuurlijk wel. Alles kan. In Italië heb ik ronde doos, hè? Oké. En nu dan? Hier niet veel. Ik heb wel mijn best gedaan daarop. Maar het is moeilijk hoor, vierkant. Ik kan hem sowieso nog een beetje bijwerken daar. Ja hoor. Een van de weinige vierkante pizza's die ik heb gemaakt. In mijn hele carrière. En dan mag jij binnenkort allemaal eens een keertje een pizza maken in een hard vorm. Heb je die al eens een keertje gemaakt dan? Nee. Nee? Dat ga ik een keer maken, ja, met Valentijnsdag voor jou. Ja, is goed. Oh, oké. Okay. En dan krijg ik hem nog gratis ook. Ja, is goed. Voor mij nog wel, kijk. Dan zal ik een dobbelsteentje ervan maken. Ja, prima. Die 9 cijfers erop zetten. Maar weer een dobbelsteen pizza. Wil je kruiden erop, weet je? Kruiden wel. Klein beetje. Zo. En dan is je klaar voor in de oven te gaan. Hier zien jullie hoe hij wordt gebakken op deze steenoven pizza. Deze is echt Italiaanse steenoven. En dat betekent eigenlijk een soort lavasteen. Dat wordt heel erg heet. Kan meer dan 1000 graden worden. Maar hier wordt het 300 graden. En dan bakt hij precies goed af. Zodat je eigenlijk die echte smaak krijgt van Italië bij jou op je bordje. Dus dat is het geheim van deze pizza's. Ja, zo, er wordt even een tas uit mijn handen gerukt. Rukt dan wel. Ja, precies. Maar vertel, wat is jouw vraag? Nou, we hebben een vierkante doos. Er moet meestal een ronde pizza in. Ja, de doos open. Ze hebben gevraagd, oké, een vierkante pizza. Ja hoor, ja. Dat was de eerste keer. En dan vraag ik me af of een vierkante pizza lekkerder is dan een ronde pizza. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een mooie. Wauw. Ja, precies. Een hele mooie.
Ja, kan. Doe maar. Lekker even juist. Dus ja. En dan de volgende keer wordt er een andere leuke pizza voor mij gemaakt. Maar wat ga ik nog niet zeggen? Moet ik wel even iets minder als 2 maanden wachten. Iets. Toch? Even denken hoor. Moet ik dat zo even aan Ro vragen? Of dat zo is. Ik zeg geen datum. Ik moet eerst even instappen. Ik zeg geen datum. Jij weet ook wanneer die wordt gemaakt. Mijn pizza. Maar zeg geen datum. Maar dat is toch ongeveer iets minder nu als 2 maanden. Dat zou zomaar kunnen. Oké, dus ik zou zeggen, hou het juist in de gaten. Wat voor pizza er dan wordt gemaakt? Pizza Karin. Pizza Karin, ik wil net gaan afsluiten, man. Pizza Karin, ja ook inderdaad, ja precies. Maar we gaan nu lekker een lekkere pizza margarita eten. Boven. Vanaf het atrium. Wauw, schat. Wauw. Wij gaan lekker. Of het C-trium dan? Ja, en ik heb nog geen gordel om. Oh, schande. Dat is een beeld. Ja, precies. Maar ook dan kun je en bekeurd worden, hè? Ja. Ik weet niet. Oh, ik wil. Ik heb wel. Maar mag ik lekker niet? Zo, het is hier lekker ruimte, joh. Nou, maar wij gaan inderdaad lekker boven pizza eten. Ja! Ik ga deze vlog lekker gezellig afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier te abonneren en het belletje aan te doen. Hier dan een duimpje. En laat dan ook gelijk een leuke reactie achter als je dan toch lekker bezig bent. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Mwah. Een dikke tuut op je snuit en tot morgen. Doei!